Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe editie van de Zoveelste Quiz. Deze quiz staat geheel in het kader van honden. Wil je geen enkele quiz meer missen, druk dan snel op de abonneerknop hier beneden en dan gaan we nu door naar de uitleg. Er komen in deze quiz 15 vragen over honden voorbij. Noteer je antwoorden met pen en papier. Probeer zoveel mogelijk goed te hebben en deel je score in de reacties. Of speel deze quiz met vrienden, pak dan ieder een eigen blaadje en neem het tegen elkaar op. Antwoorden opzoeken is natuurlijk niet leuk en ook helemaal niet eerlijk. Heel erg veel succes en dan gaan we meteen door naar vraag nummer 1. Uit hoeveel tanden bestaat het definitieve gebit van een hond? Dan vraag nummer 2. Waar of niet waar honden kunnen stereo ruiken? En dan bedoel ik dus, ze kunnen het onderscheid maken tussen iets wat links ligt en dat ruiken ze en iets wat rechts ligt en dat ruiken ze. Dan vraag nummer 3. Wat voor hond wordt er meestal gebruikt als blinde geleidehond? En dat bedoel ik dus wat voor soort ras? En dan vraag nummer 4. Rond welke leeftijd begint een reu meestal te puberen? Is het A met 6 maanden, B met 1 jaar, C met 1,5 jaar of D met 2 jaar? En dan nu eerst even een kort filmpje voordat we verder gaan met de volgende vraag. Hachi! My boy! Hachi! Get out.
Ja, lekker. Vraag 5. Hoe heet dit soort ras? En ik kan je alvast verklappen, dat ras heet niet Hachi. En dan vraag nummer 6. Hoe lang is een hond gemiddeld drachtig? Dat is dus, drachtig is het andere woord voor zwanger. Dat is A, 35 dagen, B, 64 dagen, C, 92 dagen of D, 116 dagen. Dan vraag nummer 7. Wat is de verzamelnaam van de volgende hondenrassen die met elkaar gekruist zijn? Een Chichu en een deel Malteser, een Lhasa Apso met een Bologneser en de Yorkshire Terrier met de Bichon Frise. En wat is de verzamelnaam van het hondenras wat daar uitkomt? En dan vraag nummer 8. Welk ras is het meest voorkomende ras voor een politiehond? Is het A een herdershond, B een doberman, C een labrador of D een boerenfox? En dan nu weer even een kort leuk filmpje. Let's go! Very nice. Very good. Good. Corrective! Rein in that dog! All right, class. Come on, let's line up again. Class, it's a simple question of having confidence in your own authority. I shall now demonstrate a simple walk. All right? Mr. Grogan. Sorry. May I? All right. Even an unruly dog likes to obey his leader. Marley, heel. Yeah. Marley! 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 Marley, no! Marley! Ah! That's okay? It! He is out!
Yes, vraag 9. Van welke film over een hond komt het vorige fragment? En dan vraag 10. Wat is de benaming voor een vrouwenhond? En vraag 11. Hoe heet dit soort ras? En dan vraag 12. Met wat voor soort gras moet een hondeneigenaar opletten dat de hond dit niet in zijn vacht krijgt? En dan weer even een leuk filmpje. I came outside and I found a four-leaf clover. Charlie, look, Mom found a four-leaf clover. Want to smell it? No, you can't eat it! Hiya, Asha. George. 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 Why this love scene is so funny? It is. Yes, vraag 13. Waarom graven honden instinctief? Is het A omdat ze het leuk vinden, B omdat ze zich vervelen, C omdat ze hun eten willen verbergen of D om erin te kruipen? En dan vraag 14. Iedereen kent Lassie, maar wat voor ras is Lassie eigenlijk? En dan zijn we aangekomen bij de allerlaatste vraag. Vraag 15. Wat zijn de nummer 1 en 2 meest populaire hondennamen in Nederland? En er zijn er dus twee antwoorden goed.
Is het A, Spike, B, Luna, C, Diesel, D, Senna, E, Daisy, F, Boy, G, Rakker, H, Rover, I, Max en J, Sam? Dus twee antwoorden zijn goed. En dan gaan we door naar de antwoorden. Heb ik als tip, streep of markeer de antwoorden die fout zijn op je blaadje door. Speel je tegen je vrienden, geef het blaadje dan door aan de ander en controleer daardoor elkaar. Dit is natuurlijk heel erg goed tegen vals spelen. Heel erg veel succes. Vraag nummer 1. Uit hoeveel tanden bestaat het definitieve gebit van een hond? Dit zijn er 42. Dan vraag 2. Waar of niet waar honden kunnen stereo ruiken? Dat is zeker waar, want de hond neemt waar of een geur van rechts of van links komt. Op deze manier kan hij in die richting van een geurspoor beoordelen. En dat is dus stereo. Vraag 3. Wat voor hond wordt er meestal gebruikt als blinde geleidehond? Dat is een Labrador Retriever, een Golden Retriever of een Duitse Herder. Als je een van die drie antwoorden hebt, is dat helemaal erg goed. Dan vraag 4. Rond welke leeftijd begint een reu meestal te puberen? Dat is A bij 6 maanden, een halfjaartje dus. Dan vraag 5. Hoe heet dit soort ras? En ik zei het al, Hachi is het niet. Het is een Akita. Dan vraag 6. Hoe lang is een hond gemiddeld drachtig? Dat is B, 64 dagen. En vraag 7. Wat is de verzamelnaam van de volgende hondenrassen die met elkaar gekruist zijn? Het antwoord moest zijn een boemer of boemertje, allebei goed. Dan vraag 8. Welk ras is het meest voorkomende ras voor een politiehond? Dat is A, een herdershond. Dan vraag 9. Van welke film over een hond kwam het vorige fragment? Dat was van Marley and Me. Dan vraag 10. Wat is de benaming voor een vrouwenhond? Ik denk dat iedereen deze wel goed had. Dat is een teef of teefje. Dan vraag 11. Hoe heet dit soort ras? Dat is natuurlijk een Saint Bernard. En dan vraag 12. Met wat voor soort gras moet een hondeneigenaar opletten? Dat is natuurlijk een grasaar. Want het gras dat kruipt zich tussen de vacht in zijn huid. En dat kan die huid flink van gaan ontsteken. Dus zeker in de gaten houden. Vraag 13. Waarom graven honden instinctief? Dat is C, omdat ze hun eten willen verbergen. Dus al die tekenfilmpjes van vroeger hebben het allemaal goed gehad. Vraag 14. Iedereen kent Lassie, maar wat voor ras is Lassie eigenlijk? Dat is een Schotse herdershond of een Schotse collie. Als je één van die twee antwoorden hebt, dan zit je helemaal goed. Dan de laatste vraag. Wat zijn de nummer 1 en 2 meest populaire hondennamen in Nederland? Dat zijn Luna, dus B, en Max. B en I, helemaal goed. Dames en heren, heel erg bedankt voor meespelen. Vergeet niet even op dat duimpje omhoog te klikken, in de reacties score achter te laten en te abonneren voor meer quizzen. En zie ik jullie graag een volgende keer. Bye bye!